knijpt hem eerst tussen de oortjes. Hè. Dan is dit de omtrek van het hele schedeltje. Dat is de omtrek van de buik. Dus hier zit de ruggenwervel, hier zit de maag, hier komt de navelstreng de buik binnen. Dus daar gaan we dan even een cirkeltje trekken. Is ook wat gevuld. Hier zie je de blaas van het kindje. Hier zit een van de bovenbeentjes. Beweegt zich goed. Ja hoor. Ja, daar is een bovenbeentje. Jullie weten wat het wordt, toch? Ja, we weten het. Het was heel goed duidelijk. Ja, het is een jongetje. En de beentjes liggen zo meer aan de rechterkant. Met de handjes zo'n beetje bij het gezicht. En het neusje, het mondje. Hier ligt het armpje dan overheen. En de lipjes. Normaal ook wel uit vruchtwater rondom het kindje heen. Ik had toch niet het idee dat het extreem veel vruchtwater was? Nee hoor, het is gewoon normaal. Dus het is altijd vooral aan de rechter, ja, tenminste aan de kant waar de armen en de benen zitten. De patiënt ligt daar achter op de achterwand. Ja, qua groei is het op dit moment eigenlijk allemaal keurig. Dus ja, daar kunnen we niks van zeggen. Dus de vorige keer was dat natuurlijk ook wel al goed. Ja, nou.